Welkom terug bij Pokétamon Sta. En dat is het. Diamond Top Heurder. Oh nee, dit is Platinum. Ik ga vandaag mijn Vaporeon begraven. En dat ga je vandaag een heel half uur over doen. Ja. Morgen, ik ben gewoon helemaal naar Pastoria gegaan voor Jan's kut. Ja. Want ik had dat naar boven, of ik had naar Dan gaan moeten. Kut. Wah, wah. Ik kan weer terug naar veel staan. Ach ja. Oh ja, Harm, vergeet niet, je hebt zometeen wel een fight tegen Barry wanneer je naar de gym gaat. Ja, voordat je naar binnen gaat inderdaad. Oké. Prima. Ik zeg het, zodat jij niet een verkeerde Pokémon uitzendt tegen zijn Staravia. Yes. Nou, niet dat er veel fout kan gaan. Ah, godverdomme. Hij zegt het en het... Nou, er gaat niks dood, maar het is gewoon kut. Meer is het niet. Kijken, surf. We kunnen aan surfen. Sinds wanneer kan Weeval surf leren? Sinds vandaag. Kan Weeval surf leren? Ja! What the fuck? Nou, het enige wat ik kan bedenken is dat hij een beetje lijkt op een ferret. En ja, daarom. Nou, dan haal je er meer uit dan mij. Nou, ik zie het niet echt bepaald voor me dat hij zit te surfen. Ja, maar gelijk me ook niet praktisch. Je kan beter op een Snorlax gaan surfen. Ja, dat lijkt me ook. Nou, we hebben surf. Oh mijn god, wat is dit voor... Oh mijn god. Nee, mijn favoriete streamer is nu Ocarina of Time Randomizer One Hit KO Randomize Max aan het doen. Lekker man. One Hit KO. Ah, jongens. Hoe lang ga je dan bezig zijn als je One Hit KO doet? Betere vraag is, heb je geen zin om mee te gamen ofzo? Nou ja, het was volgens mij een subdoel dus. Oké, fair enough. Gisteren deed je ineens Monkey Ball. Ik denk bij mezelf, wat zit nou weer voor teffes, sorry. Ja, ik heb niks met Monkey Ball. Ja, ik ook niet. De fans zijn ook echt flinke fans ervan. Maar anders is het merendeel van de mensen echt kijken van Monkey Ball. Oké. Ik hoop trouwens ook dat de fiets sneller wordt in de remakes. Je weet dat je van gears kan shiften, hè? Ja, maar de snelle is al langzaam. Ja, oké. Fair enough. Ik hoop dat ze niet zoals soort Shield zijn. Want ik vind dat fietsen daarmee zo traag. En die burst is echt helemaal niks. Ja, die burst kan handig zijn, maar die burst is te kort. Zelfs als je hem boost met de time trials, dan alsnog is het niet lang genoeg. Wat ik wel gaaf is degene dat ze in Isle of Armor die een beetje het After Effect bij hebben gezet. Dat is wel gaaf. Oh, die met die... ja, ik heb hem gelijk opgehaald. Fucking vreed. Kijken. Nog even wat super repels kopen. Dan heb ik nog 300 Pokédollar voor, weet ik veel, een Ice Heal. Doe maar. Hoppa, Ice Heals zijn ook wel goed. Nou, ik hoef niet te healen, dus we gaan gelijk Barry doen. Barry. Waar begint Pressure mee? Gyarados. Ja, oké. Wil je de moves ook weten? Of, Ice Fang, Bite. Nee. Bite wel. Wauw, dan met de Clefairy. Metronoom, Hyper Beam. Yes! Easy win. Hij heeft Brine, Waterfall, Bite en Twister. Oké, dat is op zich prima te doen. Dus kortom, ik moet eigenlijk het meest bang zijn voor Floatzel. Wat best raar klinkt. Yeah. Ja, inderdaad. Speaking of, ik moet nu tegen Floatzel. Van Mr. Barry. Deze fight zorgt altijd voor veel deaths in mijn runs. Wat dacht je van de fight voor de league? Ja. Ja, dat is echt pure evil. Ik wou wat anders zeggen, maar ik doe het niet. Want het enige wat je daar kan doen is, als je weet dat hij er komt, gewoon volledig langsheen lopen. Dus gewoon langs de muur lopen, Pokémon healen en dan tegen de battelen. Want als je denkt, weet je wat, ik loop eerst rechtdoor en dan pas ga ik naar links, ja, dan vecht je tegen Barry. Dat is mij dus een keer gebeurd. Ja. Bij mijn eerste playthrough. Ja, en dan overleef je het niet. Als je eindelijk door die kutcave heen, Op zich, ik vind deze nog eens heel erg qua Victreebel. Nou, ik vind hem wel, ik vind het een van de moeilijkste qua trainers. Qua trainers vind ik hem echt pittig hoor. Ja, kijk, qua trainers wel. Qua puzzels valt hij nog wel mee. Wat? Tuurlijk heeft Heracross Night Slash. Wat is dood? Dag Rotom Heat. Oh. Oeh. Je hebt nog 2 wasmachines. Ja, nou ja, Rotom Heat was best wel handig geweest tegen... tegen de volgende gym, ja. Magnetron. Ja, dan krijg je maar geen broodje papaus, maar je kan tenminste wel nog je kleren wassen. Oh, lekker gek, dat is lang geleden. Zo. Jullie, je brengt me alleen maar op ideeën, godverdomme. Graag gedaan. Dus Harm gaat binnenkort een broodje shawarma bestellen. Nee, bakbouw. Bakbouw, jongen. Maar op zich nou niet zo heel moeilijk te maken is. Alleen ja, je moet de vulling gewoon... Ja, het schijnt wel een klotenwerk met dat waterachtige meuk te zijn hoor. Ja. Nee, de vulling is echt kloten, maar het maken van brood is niet zo super moeilijk. Maar ja, jongens, al even, ik wil niet te ver op de zaken vooruit lopen, maar simpel gezegd, als ik deze gym haal, ben ik toch voorlopig wel even veilig? Als ik deze gym haal, dan ben ik toch voorlopig wel even veilig? Oh, deze gym? Ja. Oh, nee, wacht, Ice Gym, fuck! Ik verstond Jen. Ik denk van, huh? Nee, Ice Gym, fuck. Ice Gym wordt kloten. Je hebt zo meteen nog de fight tegen Cyrus. Oh ja. Met die volk. Laten we zeggen, als ik door deze gen heen kan komen, zal het heel knap zijn. Ja, en dan kan je ook bij wijze van spreken een paar keer doodgaan bij Black and White. Omdat je dan toch al een paar... Je hebt niet zo heel veel reserves meer. Dus als je heel veel door je reserves heen bent, dan kan je Black and White gewoon je hele team op gaan bouwen. Fuck jou, Barry. Kijk, het gaat er mij om dat het boeit me echt niet of ik is het een race? Ik zie het niet per se als een race. Ik zie het gewoon kijken van hoe goed je de Nuzlocke door kan komen. En ja, tuurlijk, als je een gen wint, mooi. Het wordt gewoon meegerekend als je hebt hem gewonnen. Maar race? Nee. Nee, toch? Het is niet zo kalm als Soul Link. Want uiteindelijk, je probeert wel... Je hoopt eigenlijk dat je de gen wint. Maar het is niet zo kalm als Soul Link, waar het is van... Hey Harm, ik wacht wel even op je. Want iedereen had gewoon Godver, echt. Oh my god. Wat is de situatie? Staravia is al 3 keer dubbelteam aan het spammen. Ei. Wacht, Aerial Ace raakt toch altijd? Aerial Ace raakt altijd, ja. Zo, Fly doet half damage, damn. Wat is de special van... Endeavour! Stop! Ja. Oh. Dat is een aantal van zijn Staravia. De Endeavour dubbelteam combo. Yep. Ook een dodelijke trio combo. Ja. Maar zeg ik al op Iron Island, Nando? Of ben je nog steeds bezig met Barry? Ik ben nog aan het begraven. Oh, je bent nog aan het begraven. Oh, sorry. Ik moet je laten rouwen. Wacht even. Ja, ik ben er nu net klaar hoor, maar... En ik zat het kijken van, wat gooi ik erin? Barry houdt ervan om lekker critical hits te gaan doen. Daar ook nog even gratis even niks bij. Ik heb maar Dusknoir erin gegooid. Nou, niet verkeerd. Ik heb een Brick Break gegeven, dus let's go. Kijk, op naar Iron Island. Yay. En dan ben je heel blij wanneer je door die heen bent. Van godsam, die double battles komen na een tijdje je keel uit. Hoezo? Je hoeft Iron Island niet helemaal te doen, hè? Nee, klopt, maar... Je gaat er eigenlijk in principe alleen maar naartoe om strength op te halen. En dan, is het gek dat ik tegen een Ponyta en Torterra inzet? Niet per se. Earthquake, let's go! Ja. Ja, dat... Amber. 24 damage. GG. Oei. Oké, Ponyta is gone. Next one. Volgens mij heb ik Crash Awake verslagen. Primplep. Oké, jongens, aan jullie de vraag. Ga ik het halen zo, ja of nee? Wat is nu je team? Mijn team is Torterra. Mijn team is Staravia, Wheezing, Dustox, Victreebel en Dodrio. Daar heb ik wel vertrouwen in. Ja? Ja. Ik weet niet hoor. Ik heb er echt zwaar geen vertrouwen in. Ik wens je heel veel succes in ieder geval. Godsamme. Hij moet wel echt tegen cup Pokémons hoor, met zijn team. Nee, klopt. Het mooiste zou zijn geweest als Wake geen Gyarados had gehad, want dan kan gewoon Victreebel gaan sweepen. Mm-hmm. Nee. IJsfang, Floatzel. Mijn tactiek wordt Wheezing tegen Gyarados. Ja, goeie. Met Thunderbolt. En zodra dat klaar is, hopen dat Victreebel al zijn Fine Whips gaat raken. Ja. Of ik zou Grassnot inzetten, wat is beter? Grassnot is gebaseerd op heaviness. Ik weet niet hoe heavy Floatzel is. Wat heeft hij nog meer naast Gyarados en Floatzel? Quagsire, en daar kan je wel Grassnot op doen. Ja, maar van Quagsire kan ik ook Torterra inzetten. Ja, kan ook. Nou ja. Vraag je, heb je ook Razor Leaf toevallig? Nee, die leert hij pas op level 40. Kut. Ja, dat is wel zuur. Ja, want anders had ik gewoon critical hit feestje gehad. Ja, ik had dat liever die critical hit feestje dan... maar goed, dat gaat nu niet. Tja. Nou ja, Fine Whip het is. Kijk, hoppa, daar gaat Magnemite. Ik ga van gym naar gym. Ja, maar dat is het ook. Alleen, het valt me wel op non dat je altijd fucking snel gaat door de Jones heen gaat. Echt bizar snel. Nou, ik weet niet. Volgens mij is dat een beetje mijn stijl. Alleen ja, het enige nadeel is, ik kom vaak tegen problemen ermee. Ik bedoel, ja, weet je afgelopen... ja. Ik ben al een goede mond nu verloren de laatste 2 sessies. Hey, welkom bij de club. Ja, ik hoor nu officieel bij de club inderdaad. Fucking hell. Want in lol, ik wist je tot Pelipper Quick Attack kon leren. Lol. Oké, ja. Ik weet dus niet meer hoe deze gym werkt. Welke gym? En Byron. Die is fucking easy, gek. Ja, maar ik zit kloten met welke elevator ik moet nemen. Maar ik moet dus kennelijk de achterste nemen. En ik weet dat er eentje in deze gym een Scizor heeft. Ik weet alleen niet meer welke. Volgens mij is dit degene die een Scizor heeft. Ja, deze heeft een Skyzor. Een Skyzor. Shout-out naar Bas. En je hebt ook een Skyter. Skyter. Ja, heb je eigenlijk al een datum voor wanneer, wanneer we dit gaan uploaden? Ja. Pokémon Day. Nee. Ja. Pokémon, als er Pokémon Day een direct is, of nieuws uitkomt of trailer uitkomt, dan upload ik de promo. En dan zal ik de eerste part 2 à 3 weken later uploaden. En dan begint ook de serie. Maar ik probeer eerst even, en dat heb ik ook even met al afgesproken, eerst even een voorraadje opbouwen. Hoeveel episodes zijn er nu? 36 was tot aan gisteren. Dat is niet veel. Nee, klopt. Maar ik ga het ook niet dagelijks uploaden, hè? Ah, oké. Maar 3 dagen in de week. Ah, oké. Alsnog. Is niet veel. Maar ja. Nou, 36 delen door 3. 12 weken, vooralsnog. Dus ja, dat is even de planning met betrekking tot dat. Duidelijk. Fucking hell, man. Er zitten te veel Magnemites in deze gym. Ik kan Suicune niet tegen Magneton inzetten. Heb je dat weer. Ja, en dan krijgen we weer een Watson verhaal. Ja. Daar was ik al niet zo blij mee. Trouwens, er zat toch ook één trainer hier zo met een Azuma Rail? Ja, die ja. Wat de fuck is daarmee dan? Jij zegt het en ik moet tegen een Azuma Rail. Sterk. Oh, dan ben je bij die trainer... dat bijtje, dan ben je al bijna klaar met de puzzel. Holy shit, double edge. Dus heb je al surf, Jordi? Nee, ik heb nu net Wake gehad. Ik heb nu net dat stuk gehad van de grunt. En nu moet ik naar de Sidex toe. Oh, ik ben benieuwd. Ga jij tegen die trainer vechten met de Raichu en Gyarados? Weet nog niet. Ah. Mijn doel nog is om in deze part... denk ik net aan Kennelleaf te komen of net Jubilife daar naartoe. Oké. Harm, jij zou toch over PostNL nog gaan klagen? Nee, nou, ik hou het gedijst. Ze houden zich de laatste tijd goed aan dingen. Oh, oké. Dus je bent... Oké. Maar dat betekent niet dat ik een tevreden klant ben. Nee, natuurlijk niet. Maar was ik de laatste tijd ook niet. Dus dat scheelt. Volgens mij was dit de chick met de... Oh, ik heb water staan. Ik denk al, waarom drink ik? Waarom heb ik zo'n hoge strot? Ja, water drinken, dat is goed voor je. Ik drink de laatste tijd zo slecht. Ja. Echt, ja. Gewoon een zo'n halve liter fles en dat zit op een dag bijna. Nou, toch nog niet omval. Nou, zo erg is het ook niet, want je drinkt waarschijnlijk wel andere dingen. Nee, ook niet. Nee, oké. Dat is dus het probleem. Dan moet je opvallen. Ja. Normaal zuip ik maar alles klem, ook aan water, maar de afgelopen 3 weken is echt een... Vergeet je het of zo? Ik vergeet het. Oh ja, dat heb ik ook wel eens. Is gewoon omdat je het zo druk hebt of... Geen idee. Nou ja, ik heb het gewoon niet door. En als ik aan het eind van de dag thuis ben, dan denk ik... waarom heb ik zo'n enorm deugd gestort? Oh ja, wacht, ik heb bijna niks gedronken vandaag. Nee, maar dat probleem ken ik wel van druk. Want soms heb ik ook gewoon een hele ochtend een vergadering. Of ben ik gewoon heel veel dingen tegelijkertijd aan het doen. Heb ik mijn bidon gevuld voordat ik aan alles begon. En is de bidon nog niet eens aangeraakt wanneer het 12 uur is. Ja. Ondertussen is mijn Staravia al level 39. Oeps. Ja. Wat was het level limiet voor de volgende gym? 41. Toch? Ja, 41. Ja. Oké, ik ga nu het water racen en dan ga ik aan meneer Week beginnen. Ik ben gewoon zenuwachtig. Fucking hell. Nou, dat is op zich wel te begrijpen. Even kijken, wat is mijn speed van... Die... Speed, 49, Wheezing. Speed, Victreebel, 56. Ik ben fucked. Ja, je bent niet snel. Oh... Hallo, Week! Maar daarvoor doe je het niet, hè? Nee. God bewaar me. En dan gaat de Bronzor. Ik ga nog ook naar Pokémon Center ook, denk ik. Goeie vraag aan jullie. Wat vinden jullie de beste gym theme? Gymleader theme. Wow. Van welke gym? Ik weet het wel. Ik wil zeggen Black 2 en White 2. Oké. Waarom? Het zijn gewoon bangers. Maar Black and White heeft ook gewoon over het algemeen hele goede bangers. Ik denk zelf Johto. En ik vind de slechtste Gen 6. Gyarados met 2 Thunderbolt weggehaald. Sorry, moest ik even zeggen. Nee, dat mag. Nee, dat is toch mooi. Alright, sorry. Dan wat zou je zeggen? Gen 2 vind ik het beste en de slechtste vind ik Gen 6. Ik vind Gen 4 het beste. Ja, kan. Die is ook wel goed hoor. Over het algemeen zijn al die gymleader themes wel goed. Ik vind alleen 6 wel minder. Kom op. Overleven. Lekker. Toegegeven, je hebt Weezing, hè? Weezing is op zich ook wel een goede die ding kan tekenen. Oh, bijna Floatzel one hit. Oh, bijna. Even denken, Harm. Je moet iets ik moet iets gaan opofferen waarschijnlijk. Want Crash Awake killt net niet. Nog heel erg met de opofferingsstret. Ja, maar oké, help me dan even. Ja. De situatie is nu: Floatzel van 3/4 gedamaged met. Fine Whip? Nee, Grasnot. Ja. Oh ja. Vict uit de EK IJsvang, dat is 3/4 dood. Ik heb geen hyper potions, ik heb alleen super potions. Dus kortom, als ik nu een super potion doe en dan doet IJsvang, ben ik sowieso Victor wel kwijt. Oké, was je HP van je Weezing? 29. Ja, dat ook niet. Heb jij nog iets wat geen Grass type is? Victreebel, Weezing, Staravia, Dustox, Dodrio en Torterra. Ik wil bijna zeggen, gooi... Fuck! Ja, gooi Dustox er tegenaan. Gooi Dustox onder de bus. Ja, maar het punt is... als ik nu switch... en hij doet IJsvang, dan is Dustox in één keer dood. En dan zeker alsnog met het probleem dat ik moet healen. Of ik moet dan hopen tot Dustox kan tanken. Wat is het? De special... Is Ice Fang, is dat defense of een special physical. Defense? Physical. Dus defense. Nee, dus... nee! Godverdomme! Wat? Ja, crit flash cannon. Fuck jou, Magnetron. Welke is dood? Tangrowth. Dat is helemaal kut. Mijn god. Nou, ja, tuurlijk mis ik de Will-O-Wisp. Oké, even terug naar Ham-situatie. Dustox hebben een defense van 56 en een special defense van 71. Oké, als het geen high roll is, dan zou het in principe moeten tekenen. Fuck it! Ja, maar dat is ook even de enige. Niks van jouw team kan zo'n hit tekenen. Dus als Dustox doodgaat... Oh, dat crunch. Ook goed. Oké, dan kan ik Victreebel dus gaan healen. Ja. Alleen het nadeel is, dat maakt hem niet vol HP. Nee, klopt. Dus ik moet hopen dat de volgende nog mis is. Crunch weer. Hij overleeft het weer. Oké, ik ga Dustox opofferen. Nee. Fuck it. Goh, dit is een opoffering is altijd een prima strat om te doen, hoor. Want dan is Victreebel full health en dan kan ik mits... hoe heet het? Mits Floatzel op een of andere vagische manier een keer weer doet, wat ik wel weer zie gebeuren. Nou, Dustox had toch geen nut gehad, denk ik persoonlijk, maar dat is zijde. Icebang, hoeveel doet het? Maar daarvoor heb je Dustox. Alright. Crash not hit. Floatzel neer. Oké, ja, en dan ga ik geen risico nemen, dus ik ga Torterra in tegen Quagsire. Ja, prima. Fuck jou, Byron. En dan ben ik 1 Pokémon verloren, maar wat je zegt, soms is de opofferingsstrat de beste strat. Ja. Als je met 1 Pokémon die je waarschijnlijk toch niet meer zou gebruiken het kan halen, fuck it. Maar echt. Shit, maar het is ook een prima strat om te doen. In jouw situatie. One hit KO en nice. Wake is sneer. Geveli. Dank u. Ja. Wat is dat toch met crits, man? Godverdomme. Maar jij bent ook klaar met Byron, Nando? Ja, ik ben nu net klaar met Byron. Oké. Scheid, Byron. Krijg je nog wel. Oké, dan moeten we ik wil jullie hulp nodig om wat te bepalen wat er in godsnaam in mijn team moet. Nee, ik zit zelf al te denken aan Houndour. Dat Ariados toch nog? Ariados heb ik ook nog. Ja, dat is Ariados. Want? Ik bedoel, Houndour is een first stage mon, dus dat gaat sowieso dood gelijk. Ja, het gaat voornamelijk, want Ariados op zichzelf, het is niet heel sterk, maar hier is het punt. Je kan hem weer gebruiken als een soort van Dustox. En ik kan Nightshade leren, wat ook niet verkeerd is. Fucking klote Byron. Ja, ik vind het echt niet leuk. Weet je, Vaporeon, oké. Wat was het andere? Ja, Rotom Heat was ik ook niet blij mee. Maar Tangrowth, dat was mijn fucking tank. Ik vind het bij mijzelf heel raar klinken, maar ik ben gewoon blij met deze battle ging. Dat klinkt best raar omdat ik een Pokémon kwijt ben, maar... Ik had echt verwacht dat ik het niet zou halen, namelijk. Ja, ik zie het zo. Je bent je sterkste niet kwijt, je bent Dustox kwijt, die je waarschijnlijk toch niet zou gebruiken. En daarvoor heb je hem bij je, want je kan Houndour wel mee gaan nemen en die gaan gebruiken als een soort van semi-vodderding. Maar die tekent geen hit, dan is de kans groot dat een Ariados wel een hit kan tekenen. Ja, precies. Fuck it, Skuntank, jij gaat mee. Hey! Ik ben happy. En die zou ik sowieso nu in mijn team gebruiken. En ik heb twee rare... Sorry. Oh ja. Nee, ik val de hele tijd in de reden, sorry. Ik heb nog 2 rare candies opgepakt in de sessies ertussenin, dus die kan ik gebruiken nu. Nou, daarom. Zou ik Wheezing gelijk voor de zekerheid Flamethrower leren, nu ik er toch bezig ben? Waarom ook niet? Oh wacht, Flamethrower heb ik niet. Ik heb Fireblast. F. Dat zou ik niet leren. Flamethrower ja, Fireblast nee. Wat Jordi zegt. Fling, ja echt niet. Je gaat dat is het hele probleem met die moves. De accuracy is gewoon zo crap. En je zult altijd zien, als je wilt, die raakt hij niet. Yep. Stankje? Kan jij strength? Oké, ik maak nog 1 of 2 trainers af. Dan ben ik in Celestic Town en dan is de partij weer klaar. God man. Zo, oké. Strength erop gegooid. Oh, maar dat maakt niet uit, want ik heb ik Kano nodig? Nee, want we moeten eerst al die opblaasdingen fixen. Yep. Oh god, dan moet ik weer tegen Paraglin. Nee, ja. nee. Oh. Ik heb tenminste een Intimidate Mon, dus... klopt, dat scheelt al een heleboel. Kijk, we gaan... Fuck it, Stankje gaat ook gewoon voorop. Kijk, heb ik nog een goede item. Spooky Plate. Spelltag. It helps keep what... nee, dat niet. Oh! Wat? Oh. Move, ik heb eigenlijk mijn emulator op X gedrukt terwijl ik op wil klikken. Oké mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.